Namata, een 5-jarige wees uit Oeganda, vond het perfecte thuis bij de familie Davis uit de VS. Althans, dat dacht iedereen. Pas toen de taalbarrière tussen hen werd overbrugd, ontdekte het gezin een angstaanjagende waarheid. Jessica en Adam Davis waren nooit een gewoon gezin. Als een gezin van 6 wisten ze wat het betekende om rekening te houden met elkaar en offers te brengen. Owen, Isaac, Taylor en Abby hadden hun normale rivaliteit tussen broers en zussen, maar over het algemeen heerste er grote harmonie en vreugde in hun leven. Toen ze begonnen te praten over adoptie, kwam het niet voort uit een gevoel van leegte. Het huwelijk was gezond en hun kinderen deden het goed. Deze ouders hadden altijd het gevoel dat ze iets te bieden hadden aan een wereld waar verlies, tegenspoed en moeilijkheden het leven van zoveel teisterden. Ze wilden instrumenten van goedheid, vrede en genezing zijn. En wat was een betere manier dan adoptie overwegen? Het delen van hun overvloed aan liefde, samen zijn, familie en materiële middelen dreef de beslissing om nog een kind te verwelkomen in hun al grote en drukke gezin. In eerste instantie overwogen ze het adopteren van een Amerikaans weeskind, maar baseerden uiteindelijk hun definitieve beslissing op het feit dat kinderen uit de armste landen ter wereld het meest zouden profiteren als ze werden geadopteerd door een familie met overvloedige middelen. Toen ze kozen voor een kind uit Oeganda, dachten ze dat ze op zijn minst het lot van een van de bijna 3 miljoen wezen in dit door armoede geteisterde land zouden kunnen veranderen. De uitputtende reis begon in oktober 2013 toen het eerste papierwerk werd ingevuld. Vervolgens kwamen er eindeloze stapels administratief jargon, talloze sets vingerafdrukken en natuurlijk duizenden dollars om het proces op gang te krijgen. Soms vroegen Adam en Jessica zich af of het alle moeite waard was, maar na meer dan een jaar volharding was het eindelijk tijd voor een eerste reis naar Oeganda. Het ontmoeten van het personeel van de gerenommeerde European Adoption Consultants was opwindend. Ze kwamen allemaal professioneel over en het papierwerk was in orde. Het Davis-gezin kreeg een compleet dossier met alle nodige achtergrondinformatie om de omstandigheden waarin Namata wees werd en haar reis tot aan de adoptie volledig te begrijpen. Gevoelige details over haar verwaarlozing en mishandeling stonden in het dossier. Niets had de ouders kunnen voorbereiden op de overweldigende gevoelens van vreugde toen ze eindelijk het voorrecht hadden om Namata in 2015 in hun huis te verwelkomen. Ze was een sterk, dapper en mooi 5-jarig meisje dat het verwoestende verlies van beide ouders had meegemaakt en geen directe familie had om haar op te vangen. Wees zijn in zo'n door armoede geteisterd land betekende meestal een leven van ontberingen, maar nu kreeg ze de kans om op te bloeien. Hoewel Adam en Jessica veel onderzoek deden naar het adoptieproces, vooral met betrekking tot adoptie uit een Afrikaans land, konden ze de emotionele processen die verbonden zijn aan zo'n uitdagende en levensveranderende stap nooit helemaal begrijpen. Hun intenties waren puur om te voldoen aan de behoeften van een kind dat zijn hele leven lang van basisbehoeften was beroofd. Ze hadden geen begrip van wat het voor dit meisje betekende om haar geboorteland achter te laten, haar vertrouwen te stellen in een familie van een compleet andere nationaliteit en zelfs huidskleur, en de enorme afstand naar de VS te reizen. Namata had waarschijnlijk niet veel gereisd in haar eigen land, laat staan dat ze in een groot vliegtuig was gestapt. De Davis wisten dat er aanvankelijk een taalbarrière zou zijn, maar hun strategie was om het meisje eerst met liefde te overladen en haar vertrouwen te winnen. Toen duidelijk werd dat Namata een intelligent meisje was, wisten ze dat het niet lang zou duren voordat ze Engels zou begrijpen en deze vreemde taal zou beheersen. In de tussentijd zouden ze communiceren met gebaren en gelukkig waren er vertaaltools om hen te helpen elkaar te begrijpen. Namata integreren in hun leven was een spannende uitdaging. De familie probeerde zo goed mogelijk aan de behoeften van het meisje te voldoen. Ze waren bereid geduldig te wachten tot ze de meer intieme details van haar leven zou delen zoals zij zich die herinnerde. Het moet immers niet gemakkelijk zijn geweest voor haar om het merendeel van haar eerste 5 jaar in het weeshuis door te brengen. Ze zouden haar de ruimte geven om haar versie van haar levensverhaal met hen te delen wanneer zij daar klaar voor was. De familie van 7 bewoog langzaam maar zeker vooruit. Ze wilden niet dat Namata zich buitengesloten of als het geadopteerde weeskind voelde en deden hun best om haar te laten weten dat ze haar specifiek hadden gekozen en dat zij hun dochter was. Ze hielden van haar net zoveel als hun eigen 4 kinderen, ondanks de verschillende uiterlijkheden, cultuur en persoonlijkheden. Maar ondanks alle liefde die ze van haar ouders en broers en zussen ontving, was er altijd een soort verdriet over haar. Het was begrijpelijk dat ze soms verlangde naar de vertrouwde omgeving van haar leven in Oeganda. Het was niet gemakkelijk om alles te begrijpen wat Mata, zoals ze in de familie bekend werd, probeerde uit te leggen. Maar Jessica deed speciale moeite om haar dochter gehoord te laten voelen.
Toen ze een paar eerste woorden begon te spreken, juicht het hele gezin voor haar succes. Dit was haar eerste stap naar haar volledige integratie in het gezin en het land als geheel, dachten ze. Het leek alsof Mata het goed deed. Maar na anderhalf jaar met het gezin te hebben gewoond, begon ze verhalen te delen over haar familie alsof ze nog leefde. Ze miste hen allemaal heel erg, vooral haar moeder, en vroeg zich af wanneer ze haar weer zou zien. Dit baarde zowel Adam als Jessica grote zorgen en ze raadpleegde zelfs een psycholoog om te bepalen of dit een normale reactie was voor een getraumatiseerd kind. Jessica realiseerde zich nu dat ze verwachtte dat Mata te snel volledig aangepast zou zijn. Ze was klaar om van koers te veranderen en haar dochter alle tijd te gunnen die ze nodig had om met de verhuizing om te gaan. Het verzinnen van verhalen was immers een bekende manier om met verlating en misbruik om te gaan. Echter, de verhalen van Mata leken te eenvoudig en richtlijnig om verzonnen te zijn. De details veranderden nooit en ze kon altijd uitbreiden met plausibele anekdotes als haar ouders of broers en zussen vroegen. Deze verhalen leken helemaal niet verzonnen, ze leken echte herinneringen. Op een avond, nadat ze de kinderen naar bed had gebracht, was Jessica moedig genoeg om aan Adam toe te geven dat ze een zeer ongemakkelijk gevoel in haar maag had. Er was iets aan de manier waarop Mata sprak over haar Oeganda dat haar de indruk gaf dat alle feiten die met hen waren gedeeld door het adoptiebureau niet klopten. De gevoelens van angst borrelden in Jessica's hart en ze kon ze niet langer negeren. Ze begon zich af te vragen of de informatie die Mata deelde niet dichter bij de waarheid lag dan wat er op papier stond. De gebeurtenissen die zich zouden ontvouwen, zouden dit liefdevolle gezin in een situatie van onrust brengen waar ze niet op voorbereid waren. Terugdenkend besefte Jessica dat ze de groeiende en steeds duidelijker wordende waarheid onbewust onderdrukte. Dit kon veroorzaakt zijn door haar intense liefde die al was ontwikkeld voor Mata, evenals haar eigen persoonlijke set ervaringen en het bevoorrechte leven dat zij en haar familie tot dat moment hadden geleid. Ze besefte ook dat ze nog steeds een zeer beperkt begrip had van het leven van een kind uit een Afrikaans land als Oeganda in vergelijking met dat van hun Amerikaanse middenklasse kinderen. Toen Jessica en Adam eindelijk met Mata gingen zitten, deze keer met een open geest en echt probeerden te begrijpen wat ze hen vertelde, braken hun harten in stukken. Voor het eerst begrepen ze wat ze zei sinds de eerste keer dat ze informatie met elkaar konden delen. Mata was geen wees. Het meisje van nu 6 jaar oud, dat werd afgeschilderd als een wanhopig en eenzaam meisje uit Oeganda, had in feite een zeer liefdevolle familie thuis. Mata was onder valse voorwendselen uit haar huis gehaald en naar het weeshuis gebracht, om vervolgens te worden tentoongesteld en verkocht aan de hoogste bieder. De ernst van de situatie waarin het gezin zich bevond was bijna ondraaglijk. Terwijl Jessica en Adam probeerden hun gevoelens van verwoesting te verwerken, konden ze niet eens beginnen te bevatten hoe traumatisch deze zogenaamde adoptie voor het kleine meisje moest zijn geweest. Ze was machteloos om hen te laten weten dat ze niet wilde gaan, dat ze terug wilde naar haar moeder. Toch wilde ze ook een goed meisje zijn, omdat ze was opgevoed met respect voor volwassenen en eenvoudigweg orders opvolgde, terwijl haar hart in wezen uit haar borst werd gescheurd. Jessica en Adam beloofden geen enkele steen onomgedraaid te laten. Hoewel ze diep gekwetst waren en wisten dat door Mata terug te brengen naar haar familie hun kinderen groot verlies zouden lijden, wisten ze ook dat ze ervoor moesten zorgen dat er gerechtigheid werd gedaan. Ze konden niet toestaan dat een ander kind of een andere familie door deze verwoestende zwendel ging van het aanbieden van een op maat gemaakte Oegandese wees aan niets vermoedende ouders uit buitenlandse landen. Na het starten van een onderzoek naar de European Adoption Consultants en hun praktijken werd een beerput geopend. Al snel werd duidelijk dat dit bureau geen respect had voor de waarheid en gerechtigheid. Mata's moeder werd misleid door te denken dat een welgesteld Amerikaans echtpaar zou betalen voor de opleiding van haar dochter en dat ze deze weldoener zou ontmoeten. Onder deze valse voorwendsels was haar dochter aan het weeshuis afgeleverd. Eén ding dat Mata's moeder wist, was dat onderwijs een essentiële sleutel was om de armoedecyclus in Oeganda te doorbreken. En met name om een meisje in staat te stellen toegang te krijgen tot meer economische kansen. Tegen de tijd dat ze besefte wat er aan de hand was, had ze geen mogelijkheid meer om het bureau te stoppen van het verzenden van haar dochter naar de Verenigde Staten. Het werd duidelijk dat Mata's moeder nooit bewust afstand had gedaan van haar ouderlijke rechten. Maar de vervalste papieren en de macht die het bureau had, lieten de arme vrouw hulpeloos achter. Na maanden van onderzoek werd ook duidelijk dat het geval van Namata en haar moeder geenszins een geïsoleerd incident was. Het leek alsof kinderen uit arme gezinnen eenvoudigweg als handelswaar werden verkocht, zodra ze voldeden aan de beschrijving op basis van de adoptieaanvraag. Overal in dorpen in Oeganda en zelfs in andere landen probeerden families wanhopig de kinderen te lokaliseren die in wezen van hen waren gestolen door illegale internationale adopties.
Vanwege hun gebrek aan middelen stonden velen machteloos in de strijd om hun kinderen terug te halen. Met internationale adoptiepraktijken, die grote gaten laten voor fraudeurs om te opereren, begonnen Adam en Jessica zich in te zetten voor hervorming en strikte controle over dit juridische proces. Ze konden niet zwijgen nadat ze hadden ingezien dat hun zelfloze, pure en mooie intenties werden misbruikt om een kwaadaardige en vervuilde realiteit te creëren. Hoewel de onthulling van de waarheid schokkend was voor de familie Davis, waren de reacties van sommige mensen in de VS nog schokkender. Adam en Jessica wisten dat ze het juiste moesten doen en Mata terug moesten brengen naar haar familie, maar hun keuze stuitte op veel weerstand. Mensen vertelden hen dat ze een fout maakten door het meisje terug te brengen naar de arme omgeving van Oeganda. Anderen wilden hen laten voelen alsof ze schuldig waren omdat ze Mata hadden geïntroduceerd in een christelijke opvoeding en haar dan terugbrachten naar een leven waarin niet gegarandeerd was dat ze in het juiste geloof zou worden opgevoed. Dit was een ongelooflijk ongevoelige opmerking, één die Jessica en Adam liet zien dat deze frauduleuze organisaties nog steeds actief waren omdat er mensen in de wereld zijn die denken dat ze boven iedereen staan en dat alles wat ze doen voor mensen met verschillende achtergronden een geschenk is. De grootste schok kwam toen overheidsfunctionarissen in de VS tegen Jessica zeiden dat ze de keuze had om te beslissen of ze Mata al dan niet terug wilde geven aan haar moeder, aangezien ze niets illegaals had gedaan. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zou echter het specifieke bureau voor een periode van minstens 3 jaar uitsluiten, waardoor ze geen kinderen in Amerikaanse huizen konden plaatsen. Op geen enkel moment werd er rekening gehouden met het trauma dat Mata's moeder moet hebben doorgemaakt toen ze besefte dat haar dochter was gestolen en ze machteloos was om het te stoppen. In zekere zin waren Jessica en Adam eigenaar van de Mata. Ze hadden haar onbedoeld gekocht met geld waarvan ze dachten dat het naar de bureaucratische aspecten van het adoptieproces ging. En dat betekende bijna dat ze schuldig waren aan mensenhandel. Ze konden het kleine meisje simpelweg niet vasthouden in de VS, alleen omdat ze toestemming hadden gekregen. Ze realiseerden zich ook dat ze moesten doen wat het beste zou zijn voor Mata, ongeacht of die keuze betekende dat ze hun eigen hart braken. Dus, in september 2016, nam Jessica afscheid van Mata samen met haar 4 kinderen. Ondanks het feit dat ze allemaal huilend afscheid namen voor de laatste keer, realiseerde ze zich dat dit een gelukkige dag was voor haar, omdat ze uitkeek naar het weerzien met haar familie na jaren. Alleen Adam zou hun dochter vergezellen naar haar afgelegen dorp in Oeganda. Vanwege de opschudding die het Davis-gezin had veroorzaakt, kon de veiligheid van Jessica en de 4 kinderen niet worden gegarandeerd in Oeganda. Adam moest er ook voor zorgen dat Mata veilig werd overgedragen aan haar moeder en niet opnieuw werd gestolen door corrupte organisaties. Het moment van herediging was bitterzoet voor hem. Mata's moeder omhelste haar kind en de vreugde en het gelach waren te horen in heel haar dorp. Haar kleine meisje was thuis. Ze was niet meer de baby die ze was toen ze vertrok, maar ze was nog steeds haar baby. Haar echte familie zou voor altijd dankbaar zijn voor de moedige en overtuigde acties van de Davis. Ze herstelde het onrecht dat plaatsvond met de valse adoptie van hun 5e kind, dat hun voor een korte maar gezegende periode was geleend. Gevraagd naar wat de familie uit deze ervaring heeft geleerd, zei Jessica dat ze diep vernederd was toen ze zich realiseerde dat haar intentie om een wees te helpen werd gedreven vanuit een perspectief dat ver verwijderd was van de realiteit van adoptie over internationale grenzen. Haar eigen verlangens en motieven verblindden haar voor veel rode vlaggen die ze onderweg had moeten opmerken. Alleen wanneer adoptie op een echt transparante en ethische manier wordt gedaan, kan dit leiden tot een werkelijk positieve uitkomst. Misschien zullen ze op een dag weer nadenken over adoptie, maar deze keer binnen de grenzen van de Verenigde Staten. Intussen zullen ze wat tijd nemen om te genezen. De familie houdt contact met Namata, het meisje dat ooit voor een kort moment van hen was. Ze verdient het om gelukkig te zijn en dat is ze nu. Nu ze herenigd is met de moeder die haar heeft gebaard en diep van haar houdt. Voor de familie Davis is dat voorlopig genoeg. Het is bijna onmogelijk om aan het einde van dit verhaal geen tranen in de ogen te krijgen. Denk je dat het personeel van het bureau strafrechtelijk vervolgd had moeten worden? Zou je, na het horen van dit verhaal, nog steeds overwegen om een kind uit een Afrikaans land te adopteren? Vertel het ons in de reacties hieronder. Bedankt voor het kijken en tot ziens in de volgende video.